De Wurtse Gruwelnacht vond afgelopen zaterdag plaats in Wurt. Het was een ongeveer 4 kilometer lange tocht door de natuur rond het dorp. En de start en finish van de tocht was bij buurthuis De Kloosterhof. Muziekvereniging Na Arbeid Gezelligheid, ofwel NAG, organiseerde de tocht. En deze was individueel te lopen of in een groep. Er werd wel afgeraden om mee te doen als je gezondheidsklachten had. Mensen die de tocht voltooiden konden in het buurthuis nog even genieten van een hapje en een drankje. Zo konden ze even bijkomen van de schrik.